Het verbaast me eerlijk gezegd dat je nog door kon na die schandalige overtreding van Nieveld. Ja, ik hoor het. Maar ik voel ik iets tegen mijn kuit aan komen. En het was een behoorlijke trap. Maar ach ja, zoiets gebeurt wel eens. En de ene keer loopt het goed af. En de andere keer loopt het wat minder goed af. En deze keer hebben we geluk gehad. Dan komt Groningen met 11 tegen 10 te spelen. Maar ja, dat heb ik in het veld eigenlijk niet kunnen zien. Nee, vorige week tegen NEC speelden we er eigenlijk behoorlijk goed uit de tweede helft. En tikten we de balletje behoorlijk tempo rond het veld. En vandaag was het heel statisch en heel magertjes. En weinig kansen afgedwongen. Dat was afgelopen woensdag ook veel meer. Nee, baltempo lag heel laag en de zijkanten werden niet goed benut. En eigenlijk ging alles fout wat er fout kon gaan. En dan mag je nog blij zijn met een puntje, want Feyenoord kwam er ook nog gevaarlijk uit een paar keer. Zijn zij de morele winnaar in dit duel? Ja, zeker denk ik wel. We hebben gewoon niet genoeg van onszelf laten zien. En dat is niet goed. Als je meer dan de helft van de wedstrijd met een man meer speelt, dan moet je daar veel meer uit kunnen halen. En ik vind dat... We halen wel een punt, we houden weer de nul, we hebben geen gele kaarten. Dus wat dat betreft zijn er wel positieve punten. Maar we hebben veel te weinig naar voren laten zien en het was veel te statisch. En zo kon Feyenoord eigenlijk steeds weer de gaatjes dichtlopen. Dus ik vind niet dat we meer hebben afgedwongen dan 0-0. Maar je hebt wel het gevoel van daar had meer in gezeten. Luciano, weer de nul, maar dat is ook eigenlijk een beetje het enige positieve, denk ik, wat jullie aan deze wedstrijd overhouden. Ja, ik denk dat je hebt gelijk. Maar als je van die positieve kant kijkt, je moet blij zijn. Want ik denk dat Feyenoord ook de meeste duidelijke kansen de wedstrijd. Dus we moeten tevreden zijn van mijn input, denk ik. Vind jij voor jezelf dat jij een belangrijke rol hebt gehad in het houden van de nul? Nee, want ik ben keeper en een keeper stond daar om een bal te pakken. Maar vooral voor de defensie hebben, ik denk dat we hebben goede compacte spel achteruit. En gewoon de feit dat we hebben nul gehaald, maar we moeten gewoon blij zijn voor dit inpunt, denk ik. Maar die kans van Makai, ik had hem eerlijk gezegd al geteld hoor. Ja, dat bedoel ik, want we hebben niks. De scoren in die bal was cruciaal van de wedstrijd, denk ik. En als hij scoorde, dan krijg je een beetje problemen, denk ik. Maar we hebben ook een paar kansen gekregen, maar ik denk dat we tevreden zijn met dit 0-0.